Welkom bij weer een nieuwe video. En daarna zet je hem erbij. Dan zet je deze iets meer. Precies. Zet je deze, of je mag die voorop zetten. Dan ga je met deze steppen. En dan zet je hem daarna. Zet je, nou, zet je deze goed aan de zijkant. En als je een beetje gestept hebt, dan zet je die zo erbij. Nee, dit is weer klein. Ja, nou dan doe je. Dat is goed. En dan nog, hè, als je alleen zo stept en je zet met je voeten bij, dan leer je het ook alvast. Maar wat dan als ik maar pijn doe? Ja, soms kan je vallen. Het hoort wel een beetje bij dingen leren. En we hebben weer iets gehad van Elvira. We hebben nu sarmalen gekregen. Van de oma van Elvira hebben we gehad. En nog een tasje met een handdoek en een fles drank. Ja, de oma is dus een week geleden overleden. En dan krijg je dus om de zoveel dagen krijg je wat. We hebben vorige week wat gehad en we krijgen nu weer wat. Maandagochtend, volle zon. Heerlijk weer. En de klus vandaag is het verven van het schuurtje. Het is vandaag lekker weer. Morgen gaat het regenen. Dus als ik hem vandaag kan verven en hij kan opdrogen, hebben we een mooie eerste stap gezet. Het putdeksel is ook mee. Dan gaan we eens even kijken of die een beetje mooi gaat passen. Nee, hij past er nog niet in. Hij is nog te groot. Een klein stukje moet er nog af. Deze trein heeft de kinderen naar de camping gebracht, waar ze aan het kamperen zijn. Robie heeft de kleertjes mooi opgevouwen, maar we doen nog steeds geen duim in de mond, hè Robie? Nee. Ik ben onderweg naar het vaccinatiecentrumpje. Ik ga toch maar een prikje halen, want de cijfers in Roemenië nemen toch weer toe. De IC's liggen vol, dus tijd voor een prikkie. Zoals dat altijd gaat in Roemenië, eerst even een formuliertje invullen. Daar zit ik, gevaccineerd met deel 1 van Pfizer. Nou, de dokter vertelde alles wat er kon gebeuren. Koorts krijgen, welke medicijnen je kan nemen, ibuprofen, allerlei andere dingen. Ik heb het maar aangehoord. En nu moet ik nog even 10 minuutjes blijven wachten. En dan kan ik naar huis doen over een paar weekjes even deel 2 halen. Maar het was vooral bijzonder. De dokter ging allemaal vertellen wat er allemaal mis kon gaan. En er kwam ook een vrouwtje aan de raam. Die zei, kan ik morgen het derde vaccin halen? Hij zei, ja, waarschijnlijk niet. Want ja, er heeft wel een minister aangekondigd dat het derde vaccin komt. Maar regelwijs, dus volgens de wet, mogen ze het nog niet uitdelen. Dus dat gaat nog niet gebeuren. Ik zei, is het dan een ander vaccin? Nee, het is gewoon hetzelfde vaccin, maar dan krijg je een hogere dosis. Dus dan ben je nog meer resistent en schijn je, waarschijnlijk, ben je dan ook tegen de Delta variant resistent, omdat het dus een hogere dosis is. Nou, ik geloof het allemaal wel. Ik heb er nu eentje gehad en we gaan wel weer verder kijken wat er hierna gaat gebeuren. Robie, zijn wij vandaag op school geweest? Ja, hè? We hebben torben gebracht en toen ging jij bij de kindjes van jouw klas zitten. Toen zeiden ze tegen de papa's en mama's, wacht even, want één kindje in de klas van Robie, of de andere klas van hetzelfde jaar, is positief getest op corona, dus alle kindjes blijven vandaag thuis, maar Robie heeft wel lekkerder. British school pakje aan. En wat wil jij vandaag gaan doen? Yoga. Nou, dan gaan we zo meteen yoga doen.
Roby heeft geen symptomen. Het kindje wat getest is heeft geen symptomen. Torbe kan ook nog steeds gewoon naar school toe. Dus we gaan ook maar gewoon wat dingetjes doen. En waar gaan we nu naartoe? Naar de IKEA. Naar de IKEA gaan we wat dingen voor de camping halen. Wat dingen voor Torbe halen. En iets voor Roby halen. Zodat morgen Roby achter de computer allemaal dingetjes voor school gaat. Zelf dingetjes voor school achter de computer. Gaat Roby ook een beetje leren hoe de computer werkt, hè? Ja, dat is wel leuk. Maar mama gaat wel een klein beetje helpen, denk ja, ik. Ja, zeker wel. Mama gaat er wel bij zitten en jou helpen als het nodig is. Maar als je het zelf kan, mag je het zelf doen. Roby heeft een mooie mondkapje op en zit lekker in de wagen. En Torben heeft een eigen wagentje. Kom, gaan we die kant op, jongen. Rustig lopen, dat je niet tegen mensen aanbost. Goed voor je kijken. Wasbakken voor de camping. En er wordt goed gespeeld hier bij de IKEA. En de eerste dag van thuisonderwijs is begonnen. Roby zit cijfertjes over te schrijven. Remember, you don't want your numbers super big. You don't want them teeny tiny. Roby, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het kneden. Aan het kneden voor een koekjesdeeg. Lekker, we zijn lunch aan het maken en we gaan straks koekjes maken. En we zijn koekjes aan het maken. En we zijn koekjes aan het maken, dat klopt. Ik was aan het sporten doen. Ah, goed bezig. Dus nu ga ik verder. Goed je handjes vasthouden, Torben. Vandaag hebben we de nieuwe setup voor het huiswerken, de homeschooling. We zitten op zolder. En wat zijn we nu aan het doen? Roby is woordjes aan het leren. En als we samen zijn, dan doen we het in het Nederlands. En als we met de computer en de leraar en de leraressen zijn, dan doen we het in het Engels. Dat is dan de laatste keer, maar het mag nog een keer, nog een keertje. Ja, de laatste keer. I'm dying to tell you.
Vandaag doet Leendert de homeschooling met Roby. Dus ben ik weer een dagje op de camping. En de septic tank is af. Dat ziet er wel mooi uit. Vandaag is de hoofdtaak het schuurtje verven. Eens kijken hoe ver ik ga komen. 2 uurtjes verder en de hele zijkant is mooi donkerbruin. Ga ik zo meteen de achterkant doen. Het niet zichtbare binnengedeelte van het dakje is geverfd. Nu ga ik voor pauze en dan gaan we straks de hele achterkant doen. Vrijdagmiddag, tijd om naar huis te gaan. De achterkant is klaar. De linkerkant is helemaal klaar. En aan de rechterkant zijn nog 4 panelen over. Dus ik denk dat ik nog 2 dagen nodig heb om hem helemaal af te krijgen. Maar vandaag, voor vandaag, tevreden. We hebben heerlijke lunch met falafel, couscous en Libanees brood. Ik ben een stukje aan het fietsen door het bos en ineens denk ik, hé, het zit mijn voorwiel los. Ik denk dat Torben heeft ontdekt dat je dit zo heen en weer kan doen. Volgende keer van tevoren maar even mijn fiets checken. Die zitten lekker in de oven. Het is zaterdagmiddag en we kijken koers. We krijgen vrouwenkoers. Roubaix. Want ik heb per ongeluk in Tormes zijn wang gebijten. Hoe kan je nou per ongeluk in Tormes zijn wang bijten? Want toen ik een knuffeltje geef, maar ik kan ook een kusje geven. Maar toen ging ik hem Tormes per ongeluk. Nou, kan je dan nu nog een kusje geven en sorry zeggen? Sorry. Nou, nu mogen we proeven. Dit was de video weer voor deze week. Doei doei! Naar de derde! Doei doei! Is die goed? Is die goed? Is een beetje spijt. Ja. Ja.